Er trekken flink wat wolkenvelden over ons land. En met name in de noordelijke helft kan daaruit vanochtend ook een spat lichte regen of motregen vallen. Op de satellietbeelden zien we vanuit het zuiden de opklaringen wel naderen. En dat gaat ook de loop van de dag gebeuren. Vanochtend de temperaturen vrijdag bij elkaar. In het zuiden warmt het het snelst op in de zon. In het noorden is het amper afgekoeld onder de bewolking. En vanmiddag loopt het kwik uiteindelijk op naar zo'n 17 tot plaatselijk 21 graden. De hoogste waarden worden verwacht langs de oostgrens en zeker op plaatsen waar de zon lekker doorbreekt. Veel wind staat er niet. Vanavond zijn er veel opklaringen, maar van het zuiden uit naderen nieuwe buien ons land. En die buien daarmee krijgen we ook vannacht en vooral een morgen te maken. Morgen trekken pittige buien over het land, van zuid naar noord. Daarbij kan soms ook een klap onweer zitten. Later op de dag wordt het van het zuiden uit droog, klaart het opnieuw op, maar in Zeeland kan s'avonds weer een nieuwe bui vallen. De temperaturen vergelijkbaar met vandaag 17 tot 20 graden. Donderdag wordt het dan op veel plaatsen ongeveer een graad of 20. Er staat dan wel een stevige zuidenwind, maar zien we ook regelmatig de zon. Vrijdag gaan de temperaturen flink omhoog, met later op de dag kans op een pittige regen of onweersbui. In het weekend is het dan iets koeler en het blijft wisselvallig.